Vanavond gaat hij in première in de Pathé in Eindhoven. De film The Hard Way to Win 2 in première. Deel 1 ging over de bewogen carrière van motocrosser Jeffrey Herlings. Deel 2, die andere motocrosser die het zo hartstikke goed doet, maar dan met een zijspan, Etienne Baks uit Bergijk. Een goedemorgen. Goedemorgen. Moet je nou een smoking aan vanavond? En een dasje, helemaal net? Ik dacht zelf van wel, maar er is besloten om toch casual te houden. Okay. Dus het is wel een aankomst in limo en dat soort dingen. Rode loper, maar toch casual. Of gewoon je motorpak, gewoon op de motor gaan. Voor mij is geen probleem. Voor mij mag het. Wat is dat voor iets, die film? Wat gaan we zien als we naar de bioscoop gaan? Nou, de film gaat eigenlijk voornamelijk over over de verloop van mijn carrière. En dus eigenlijk over de afgelopen 20 jaar is eigenlijk een totaalbeeld geschetst. En ik moet zeggen dat het er heel mooi uitgekomen is. Voor mijzelf, voor later is het ook heel mooi. En ja, ik denk gewoon dat het voor de mensen, zeker voor de buitenstaanders van de sport, dat wel een hele mooie compilatie is van een weg naar de wereldtitel, zeg maar. De meeste mensen zullen die wereldtitel op hun netvlies hebben, hè? De winnaar Etienne Baks. Maar er zijn ongetwijfeld ook tijden geweest dat het allemaal wat minder ging. Komt dat ook terug in de film? Ja, dat komt zeker terug in de film. Want het is ook, met vallen en opstaan komt zo'n titel. Er is eigenlijk geen één sport, denk ik, waar de weg naar de top in één lijn doorgaat. Dus ook voor ons was dat zo. En daarbij bleven blessures en technische mankementen bleven niet gespaard. Dus het is een hele lange weg geweest. Maar uiteindelijk meer dan waard. En ik denk, Als de weg te makkelijk was geweest, dat minder mooi was geweest. Dus doordat de weg zo moeilijk was, ja, is de euforie veel, veel groter. De dieptepunten maken de hoogtepunten ook een beetje op inderdaad, die manier. Ja. Zijn er nou heel veel wedstrijdbeelden en dingen uit het archief? Of is er ook gewoon een cameraploeg heel lang achter jou aangegaan, de filmmaker? Ja, de filmmaker hebben me het laatste jaar intensief gevolgd. Ze zijn wekelijks bij mij geweest. Ja, maar het gaat ook vooral over het verleden. Ik denk, het is begonnen in 1994 voor ons. Mm-hmm. Dus vanaf daar zijn nog een aantal amateurbeelden van. En die worden ook gebruikt. Er zijn ook heel veel interviews van oud-bakkenisten van mijn sponsoren vanuit het team. En mensen die eigenlijk heel belangrijk voor mij zijn geweest in mijn carrière. Mijn ouders komen veel in beeld. Mijn broertje, natuurlijk een afgelopen jaar samengereden en wat niet geen succes was. Nou, daar noem je hem. Want een beetje film heeft natuurlijk een wending of een iets spannends nodig waarin iets gebeurt. En jullie waren een duo uiteindelijk uit elkaar gegaan omdat dat beter was voor de verstandhouding, laten we het zo maar noemen. Ja, inderdaad. Het was beter voor de verstandhouding, denk ik, voor allebei. We hebben, het is niet makkelijk om samen met je familie iets te ondernemen. Nee. Of het nou zakelijk iets is of een sport. Ik denk gewoon dat het niet makkelijk is. En dat was ook bij ons niet zo. Op zich, Robbie is een supergoeie bakkenist. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar het klikte niet 100%. En dan kun je beter afscheid van elkaar nemen. Want ja, we willen toch met de kerst allemaal weer samen aan het diner zijn. En is die camera daar ook bij geweest? Bij een ruzie of wat dan ook? Ja, de camera is daar ook bij. Zien we dat in de film? Zien we ook terug in de film. We zien ook het eerlijke verhaal van hem zijn kant. Ja. We zien ook emotionele beelden van mijn ouders die er toch wel heel moeilijk mee gehad hebben. Dus alles komt er wel in terug. Ik heb natuurlijk een hele grote crash gehad in 2013, waar ik nog kantje boord heb gelegen. Ook daar wordt aandacht aan besteed. Dus ik denk wel dat het een complete film is over mijn carrière. Is het volle bak vanavond? Ja, het is volle bak. Het is gisteravond zijn de laatste kaarten verkocht. En het is nu compleet uitverkocht. Er zijn nu mensen die mij en de filmmaker nog contacten, of dat er nog een weg mogelijk is om nog kaarten te bemachtigen. Dus het is gewoon overvol vanavond. En dat is natuurlijk altijd de vraag. Als je zoiets begint, kunnen we de zalen vol krijgen. Maar dat is meer dan een succes. Dus, misschien nog een extra voorstelling boeken? Of, Er zijn plannen voor. Maar dat zal dan in Arnhem zijn. Om nog een extra avond te plannen, ja. Een beetje het land door voor de fans natuurlijk, hè? Het zou mooi zijn. Voor mij mag het. Maar ik weet niet of dat er, ik denk wel dat er animo over is. Maar dan moeten we even beslissen na deze avond. Ik denk dat we eerst vanavond af moeten kijken. En dan een nieuwe planning moeten maken. Nou, met de hele familie popcorn in aanslag natuurlijk. Hè? Hoe lang duurt die eigenlijk? Want als ik al die verhalen zo hoor, dan is het 4 uur? Of, Nou, 4 uur, hij duurt ongeveer 1 uur en 20 minuten. Nou, het is een documentaire film, dus het mag ongeveer zo lang duren, schijnbaar. Kennelijk, volgens de regels. Gaat vast mooi worden. Mooie avond toegewenst. Ga ervan genieten toegewenst. Ook. Ja, ga proberen. Ja, het wordt heel druk en heel hectisch. We hebben ook heel veel genodigden. En ik wil toch voor die mensen ook dat alles goed geregeld is. Dus het zal een hectische avond worden. Maar ik heb hem toevallig gisteren al gezien in de bioscoop.
Dus ja, het is gewoon super mooi geworden. Komt goed. En wij gewoon een filmster aan de desk. Ja, ja. Superleuk. Etienne Baks, dankjewel voor de komst. En nou ja, ga die film zien. Waar dan ook. Misschien nog wel ergens een keer online of te kopen of wat dan ook.